Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering en Amerikaans adviesbureau Kroll tekenen MOU. E-government delegatie Estland brengt bezoek aan CBB. Landsdienarenregistratie geen opdracht IMF, maar deel overheidshervorming. BOG constateert toename dengegevallen in Suriname. En onderdirectoraat Jeugdcentra doet kick-off project kinderrechten. De regering van Suriname heeft een intentieverklaring getekend met het internationaal gerenommeerd Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau Kroll Risk en Financial Advisory Solution. Het bureau zal Suriname bijstaan in het wegwerken van hiaten, zodat het land uiteindelijk kan voldoen aan de door de Financial Action Task Force gestelde voorwaarden. Dit om blacklisting te voorkomen in zake de aanpak van money laundering en illegale financiering. De MOU is op donderdag 26 januari getekend in bijzijn van president Chandrika Prasad Santokhi. Het heeft ongeveer een jaar geduurd om met het oog op de evaluatie van ons land door de Criminal Financial Action Task Force op met name drie onderwerpen. Wat is de stand van zaken van Suriname voor de aanpak van money laundering, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie, dat wil zeggen de illegale handel in wapens en munitie, om daar een onderzoek naar te doen, populair noemen we dat een assessment uit te voeren. En we wisten al uit een eerder door Suriname zelf tot stand gebrachte National Risk Assessment, dat er hiaten geconstateerd waren in het Surinaams raamwerk voor wat wetgeving betreft, maar naast wetgeving ook handhaving en toezicht. Omdat Suriname zich jaren terug had gecommitteerd conform het werkprotocol van de Criminal Financial Action Task Force om een landenassessment uit te voeren, is het assessment toen voorbereid in 2021 en door de CFATF uitgevoerd in februari, maart 2022. Al op weg naar de uitvoering van het assessment door de CFATF, in de periode net genoemd, met daarvoor als voorloper de National Risk Assessment, waarin we al wisten dat er hiaten waren, blijkt in de loop van de formatie van het rapport van de, CFATF, dat het nog helder werd dat er meer andere hiaten werden geconstateerd, met name op het gebied van additionele wetgeving dat nog moet worden geadresseerd, de versterking van onze actoren in een kolom van handhaving, dat betekent onze MOT-organisatie, FIU, politie voor onderzoeken, het Openbaar Ministerie voor vervolging, de berechting en de tenuitvoerlegging van straffen. Maar ook op het stuk van toezicht, met name toezicht op de financiële sector vanuit de centrale bank, het toezicht op de niet-financiële sector door FIU Suriname en het toezicht op de gaming-industrie, dat is het totaal van casino's en bedrijven die loterijen op de markt brengen. Wel, dat wetende heeft de Anti-Money Laundering Steering Council voorgezeten door de president met een aantal ministers uit het kabinet, de governor van de Centrale Bank en de waarnemend procureur van Suriname, hebben toen het plan opgevat om een strategisch plan ter bestrijding van al de hiaten. Ik moet zeggen aanpak van al die hiaten om een strategisch plan te laten formuleren, dat ook is gebeurd en in december 2021 werd vastgesteld door de regering. Een
Een delegatie van de e-governance academy of Estonia heeft zich op 26 januari georiënteerd op de verschillende afdelingen van het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerszaken. Om vernieuwing binnen de digitale publieke diensten te brengen, is er reeds geruime tijd een samenwerking met de organisatie uit Estland. De bedoeling van dit bezoek is om het Surinaamse e-government te ondersteunen bij de digitalisering van de registratieprocessen. Ja, inderdaad. We hebben vandaag hier gasten vanuit Estonia. Als het gaat om digitale service, e-service, is Estonia een van de toplanden die we kennen in de wereld. En als het aankomt op Estonia, kan ik alvast aangeven dat 90% van hun diensten gewoon e-diensten zijn, e-services. En in Suriname, als we letten op de bevolkingsadministratie, de diensten die CBB biedt aan onze samenleving, we zijn bezig met nieuwe ontwikkelingen, maar we zijn helaas nog niet zo ver. En we willen werken aan de verbetering van onze dienstverlening. Dus we hebben de deskundigen vanuit Estonia hier in Suriname. Gisteren hebben we een presentatie aan ze gegeven ten aanzien van de procedures, de processen, als het aankomt op bevolkingsadministratie en databeheer. En vandaag hebben we ze hier op CBB. We geven ze dan een rondleiding zodat ze zelf kunnen zien hoe het aan toe gaat op onze bureaus voor burgerszaken die we hebben. We hebben er in totaal 45 bureaus voor burgerszaken. Dus we hebben ze een rondleiding gegeven op een van onze bureaus voor burgerszaken zodat ze dan zien hoe wij onze administratie bijhouden. Hoe wij onze diensten geven hier aan de samenleving. En natuurlijk geven we ze ook een rondleiding op de verschillende afdelingen die we hebben op hoofdkantoor van CBB. Nee, het is niet de bedoeling dat ze naar de andere districten gaan. We hebben ze een voorbeeld gegeven van een van de bureaus van, CBB. Een van de 45 bureaus. Daar hebben ze dan gezien hoe het aan toe gaat. En op de andere bureaus wordt hetzelfde gedaan. Dus we gaan ze alleen een rondleiding geven op een van de bureaus voor burgerszaken. En op de belangrijke afdeling die te maken hebben met de dienstverlening. Om te praten over de uitdaging. CBB heeft een heel grote achterstand. En ik zeg dat we een heel grote achterstand hebben. Omdat wij natuurlijk onze diensten willen verbeteren. En wanneer je dienst wil verbeteren. Dan de grootste uitdaging die je kan hebben. Is als je te veel manuele bestanden hebt. En we hebben heel veel manuele bestanden. Alleen om te praten over de registers van de burgerlijke stand. Die zijn er 5. Van geboorte, overlijden, erkenning, echtscheiding, huwelijken. Die zijn belangrijke bestanden voor CBB. Die zijn eigenlijk het fundament van de bevolkingsadministratie. En deze bestanden zijn alleen maar manuele bestanden. Het aantal dengue-cases is in januari toegenomen. De Aedes muskiet, die dengue verspreidt, kan zich door de toename van neerslag makkelijker vermenigvuldigen. De positieve gevallen zijn vooral te merken in Paramaribo Noord en Quetta. Stephanie Sheuk Alam, hoofd Milieuinspectie van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, legt uit dat de toename te wijten is aan een combinatie van omstandigheden. Het komt door een combinatie van omstandigheden. We zitten nu dus in de regentijd en muskieten die hebben water nodig om te broeden. Dus vooral nadat het heeft geregend, als er water blijft zitten op plekken of in voorwerpen waar er dus niet te veel sediment is. Het is helder, het is rustig. Want de Aedes muskiet houdt van schoon helder water, dan gaan de muskieten broeden erin. En dan krijg je binnen enkele dagen weer een nieuwe muskietenpopulatie. En die kunnen dus, zijn altijd een risico voor dengue. Mocht er een besmette persoon zijn of een besmette muskiet, dan kan dat dus voor een dengue-besmetting zorgen. En daarnaast, ook omdat het weer verandert. We zijn allemaal bekend met climate change. Dat heeft natuurlijk ook zijn effecten op
de vectorborne diseases zoals dengue. Hoe meer water je krijgt, hoe meer regen je krijgt, hoe groter de kans. Dus we houden er altijd rekening mee dat we dus dengue-gevallen krijgen. Of in de regentijd of kort na de regentijd. En het heeft de laatste tijd vrijwel veel geregend. We krijgen dus ook veel meer water naar beneden wanneer het regent dan normaal. En dat is dus ideaal voor de muskiet. Maar ook voor de Aedes muskiet, wat men vaak niet weet, is al is het droog, als de muskieten hun eitjes hebben gelegd, de larven waren er al. Als het klimaat niet gunstig is, dan verpopt die larf zich en hij gaat niet dood. Dus hij kan maanden blijven leven in een vaas of een emmer of een pot dat ergens op je erf staat. U denkt het is droog, het is geen gevaar. En op het moment dat het klimaat gunstig is, heeft geregend, er zit water erin, ontpopt hij zich weer en gaat de levenscyclus van die muskietenlarf dan door. En dan krijg je dan onverwachts plotseling heel veel muskieten. En dat is dus ook weer een risico. En als er broedblazen zijn in de omgeving en je hebt één persoon met dengue, als die zich niet goed beschermt en een muskiet gaat die persoon prikken, dan heb je dan dat die muskiet, al is het een onbesmette muskiet, wordt op dat moment besmet. Die gaat weer andere mensen prikken en zo gaat het virus door. Dus het belangrijkste is dus, voorkom dat je broedplaatsen in je omgeving hebt. Zorg ervoor dat je omgeving regelmatig checkt. Niet alleen buitenshuis, maar ook binnenshuis, want dat vergeet men vaak. De vazen die we in huis hebben, de afdruifrekken, zijn allemaal goede broedplaatsen voor muskieten. We denken, is maar een klein beetje water. Maar ook als je dat water wegschenkt, af en toe met een sponsje met zeep even goed schrobben om ervoor te zorgen dat er geen muskietenlarven daarin zijn blijven zitten. Want het zijn hele kleine dingen. Ook de eitjes zijn klein, zijn moeilijk te zien. Dus zorg ervoor dat je echt assertief bezig bent. Dat je zelf even goed ervoor zorgt dat je niets in huis hebt dat een broedplaats kan bieden voor de muskiet. En dan kunnen we zo onze familie en onszelf beschermen. De landsdienarenregistratie die door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd, is geen opdracht van het Internationaal Monetair Fonds. Volgens minister Bronte Sommaharjo is het project deel van de Public Sector Reform. Van dit overheidshervormingsprogramma was reeds sprake, nog voordat het IMF in beeld kwam. De bewindsman sprak donderdag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de personeelswet. Voorzitter, voordat ik begin met antwoorden, wil ik een paar statistieken opnoemen. Er werd gesproken over 90% geregistreerde, maar na screening is het gekomen op 85%. Sommigen hebben een verkeerde ID-nummer ingevuld, sommigen hebben zich dubbel geregistreerd. 85. Voorzitter, uit de voorlopige data hebben we kunnen concluderen dat er 6000 mensen zijn die betaald krijgen en geen werkplek hebben, voorzitter. 6000 ambtenaren. Voorzitter, als we alle data hebben doorgenomen, dan gaan we op de volgende vragen antwoord kunnen krijgen. Het aantal nog niet geregistreerde per ministerie, aantal en soort stimuluspakket totaal, aantal geregistreerde online en fysiek naar geslacht, aantal geregistreerde online en fysiek naar geslacht en naar leeftijdsgroep, aantal geregistreerde online en fysiek van alle ministeries naar geslacht, leeftijdsgroep en kwalificaties. Aantal geregistreerden van alle ministeries naar geslacht, leeftijdsgroep, kwalificaties en dienstbetrekking. Als we alle data hebben doorgenomen, dan gaan we weten hoeveel aantal geregistreerden. Dat weten we nu al. Dat zijn er 6000. Geen werkplek hebben we. Nee, wel een werkplek hebben en geen salaris. We gaan weten hoeveel aantal geregistreerden geen werkplek hebben, geen salaris. Aantal geregistreerde geen werkplek, wel salaris. En een aantal geregistreerde werkplek, geen salaris. We gaan weten hoeveel aantal geregistreerde meerdere keren zijn ingelogd. En hoeveel nieuwe registranten er zijn ten opzichte van de oude registraties. Voorzitter, dat was een beetje data.
Voorzitter, er is een aantal keer aangegeven dat wij dit in opdracht van een instantie doen. Het is niet zo, voorzitter. Deze acties vloeien voort uit het herstelplan, voorzitter. Voorzitter, tijdens de behandeling van de ontwerp-initiatiefwet, wijziging personeelswet en ambtenarenpensioenenwet 1972, zijn door leden van uw geacht college vragen gesteld waar ik gaarne aan de beantwoording daarvan zal voldoen. Voorzitter, kortheidshalve zal ik hierna de ontwerp-initiatiefwet noemen het ontwerp. Vooropgesteld aan de beantwoording van de vragen van uw geacht college, voorzitter, wil ik benadrukken dat de voorgestelde wijzigingen in het ontwerp onderdeel zijn van overheidshervormingprogram, oftewel public sector reform, die bij het aantreden van deze regering nodig is gebleken om uit te voeren, gegeven de grote misstanden die waren aangetroffen op het gebied van personele aangelegenheden. Misstanden waarover ik meerdere malen hier in uw geacht college heb gesproken en waarop ik ook heb aangegeven als minister van Binnenlandse Zaken dat deze misstanden zullen worden aangepakt. Dit traject van public sector reform, voorzitter, was bovendien reeds lang begonnen voordat IMF in beeld kwam. In samenwerking met het United Nations Children's Fund, UNICEF, zal het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken het project Kinderrechten uitvoeren. In 6 verschillende districten zal middels dit project bekendheid worden gegeven aan kinderrechten, met het accent op de bewustwording en de naleving van deze vrijheden. De kick-off heeft op vrijdag 27 januari middels een mini-informatiebeurs plaatsgevonden te Peperpot Nature Park in het district Komowene. In dat we naar 6 districten zullen gaan om informatie te verschaffen over de rechten welke kinderen bezitten. U weet dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan de Convention on the Rights of the Child of het kinderverdrag. En als plichtdragers zijn we dan ook verplicht om informatie te geven aan de kinderen over hun rechten. En we hebben vandaag dan hier in Komowene een aanvang gemaakt daarmee. Wat is de reden dat er gekozen is voor het district Komowene? Wel, als overheid moet je landelijk bezig zijn. Vaak genoeg doen we alles in Paramaribo. Maar AWJ heeft zeker de approach dat we landelijk bezig willen zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om te starten in Komowene. We gaan ook naar Para, Marowijne, Wanica, nog een 2 andere districten. Om daar ook de kinderen te informeren over de rechten welke zij bezitten. Ja, ik denk dat veel kinderen zich niet bewust zijn van het feit dat ze rechtendragers zijn, rechthebbenden zijn. En we moeten ze informeren daarover, zodat ze op basis van de informatie die ze hebben over hun rechten kunnen handelen. Maar ook zodat ze de informatie kunnen delen met andere kinderen, maar ook met hun ouders. We hebben begrepen dat het een eendaagse beurs is. Zal het dus ook slechts om 1 dag gaan in de andere districten? Ja, in de andere districten gaat het ook om 1 dag. We proberen de scholieren in de omgeving van die districten naar die mini-infobeurs te krijgen. Om ze dan te informeren over de rechten die ze hebben. Nee, we zullen zeker er naartoe werken dat er weer een project komt. Om de andere districten die we dit keer niet kunnen bezoeken, wel te bezoeken. Maar daarnaast is het ministerie van AWJ ook bezig om kinderen middels de jeugdtips te informeren over de rechten welke ze hebben, maar ook over welk gedrag ze moeten vertonen en dergelijke. De jeugdtip wordt elke dag geproduceerd, dus dat is ook een manier om kinderen, ongeacht waar ze zich mogen bevinden, te bereiken. Maar nogmaals, we willen ook lijfelijk naar de andere districten toe gaan
om ze daar te informeren over de rechten die ze bezitten. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.